Tot slot het woord aan de heer Tilly, hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam. Aan u het woord. Ja, dank u wel. Mooi dat ik hier mag zijn. Ik wou denk ik toch een iets ander perspectief kiezen. Want ik vind het toch wel grappig eigenlijk dat wij over de weerbare democratie aan het praten zijn, terwijl die democratie volop leeft. De democratie, we gaan het hebben over weerbare democratie. Blijkbaar naar aanleiding van mensen die zich zorgen maken over coronabeleid, over asielbeleid, over klimaatbeleid enzovoorts. De vorige spreker had het ook nadrukkelijk over rechts. Terwijl in mijn visie al die uitingen juist de leefbare, een werkende democratie zijn. Een democratie die werkt. Ik vind het meeste symbool is, we hadden de omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de, ik ging altijd tellen. En die verdwenen na de verkiezingen. Omdat er een partij in de Provinciale Staten kwam, de BBB, die dat blijkbaar vertegenwoordigde en absorbeerde. Dus dat symbool, dat die omgekeerde vlaggen verdwenen, is voor mij een teken van een democratie die werkt. Dus dat wou ik even als perspectief bieden. En soms niet, maar daar kom ik zo op terug. Het is al een aantal keren gezegd, en de heer Baudet die zei dat in het begin ook. Maar waar het mij om gaat is het verschil tussen radicalisme en extremisme, als we het hierover hebben. Waarbij alle radicalen eigenlijk op elkaar lijken. Dus niet zozeer in wat ze zeggen, maar in de manier waarop. Dus er zit altijd wantrouwen in ten opzichte van de politieke elite. Er zit altijd wij-zij-denken in enzovoort. En dat is of dat nou links of rechts of midden of weet ik wat is. Iedereen lijkt op elkaar. Dus men zit allemaal in hetzelfde bootje. En de extremisten, en daar is het cruciale onderscheid geweld. Het cruciale onderscheid is geweld. En je kunt nooit een partij verbieden op basis van meningen. Nooit. Dat is wat mij betreft buiten de orde. Je kunt wel mensen bestrijden als er geweld bij komt kijken. Of als er een link is met geweld. Dus dat is het cruciale onderscheid. Radicalisme kan dus in een democratie. Dat kan. Dat is een teken van een levende democratie. Daar kunnen radicalen in functioneren. Extremisten niet. Want extremisten of gebruiken geweld of verdedigen geweld. En dat kan niet. Dus voor mij is de hele ideologische duiding van, ja, een collega zei, ja, er is radicalisering op rechts, dus we hebben een probleem. Dat vind ik, met alle respect, ik weet niet, ik moet hier beleefd blijven, maar dat vind ik allemaal onzin. Ik bedoel, het gaat over de radicaal versus de extremist. En dat onderscheid is voor mij cruciaal. Dus ik zeg dan ook in mijn position paper, ik weet nooit waarom dat in het Engels moet, position paper, maar goed, in mijn positiegeschrift, ik zeg dan ook, omarmend radicalisme. En daar hebben we ook een voorbeeld van. De heer Cluteur zei, ja, de communistische partijen, dat zijn de extremistische partijen, die moet je verbieden. Daar ben ik tegen. We hebben namelijk een communistische partij in Nederland gehad. En die wilde iedereen communistisch maken. Die gingen overal naar binnen en infiltreren en weet ik wat allemaal. Maar het resultaat is dat de communistische partij in Nederland werd opgeheven en opging in GroenLinks. Dus die omarming van de CPN heeft geleid tot GroenLinks. dan, als je zegt, als je zegt omarm het radicalisme, dan moet je wel iets zeggen over hoe praten we dan met elkaar. Dus wat is dan het democratisch debat? En daar zijn er drie grondregels die cruciaal zijn. 1. Je moet de ander als mens blijven zien in dat debat. Dus er was een imam die zei, homo's zijn erger dan varkens. Dat mag niet. Want dan zie je de ander niet als mens. Dus je moet de ander als mens blijven zien. 2. Je kunt nooit iemand uitsluiten op basis van een mening. Nooit. Dus als iemand zegt, de coronamaatregelen zijn, daar was ik het niet mee eens. Of als iemand zegt, ik vind het eigenlijk heel jammer dat het coronadebat wordt uitgesteld. Dan kun je nooit op basis van een mening iemand uitsluiten. En de derde grondregel is, je mag niet oproepen tot geweld. Dat zijn drie grondregels waar je een democratisch debat op voert. Als burger van dit land zou ik daarom willen toevoegen, luister ook eens naar elkaar. Hè? Dus, en ga eens in op wat iemand zegt. Maar goed, dat zeg ik niet als
hoogleraar politicologie Universiteit van Amsterdam en decaan aan de Hogeschool van Amsterdam. Maar dat zeg ik gewoon als burger van dit land. Dus, kort door de bocht. Ik denk dat de democratie heel goed werkt. Twee, het verschil tussen radicalisme en extremisme is van belang. En drie, respecteer de grondregels van het democratisch debat. En dat zijn er drie en die heb ik net genoemd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tilly.